Ja, Klaas. Welkom bij Maastricht. Welkom in De Geuselt. Ja, voor het eerst op het veld in De Geuselt. Hoe voelt het? Ja, voelt fijn. Dank je voor het welkom heten. Nieuwe mooie uitdaging voor mij in een prachtige omgeving op een heerlijk veld. En ik hoop dat we met ingang van het komende seizoen de supporters weer mogen en kunnen begroeten. En dat we een geweldig seizoen draaien bij MBV. Ja, het is niet helemaal onbekend voor je. Je bent al vaker in De Geuselt geweest met Top Os. Hoe lang heb je voor Top Os gewerkt? Ik ben sinds 2008 werkzaam bij Top Os geweest. Ik ben daar als stagiair binnengekomen voor mijn UEFA-diploma. En uiteindelijk daar assistent-trainer geworden, drie keer interim-trainer geweest. En in maart 2017 heb ik een stokje overgenomen van de toenmalige trainer. En ben ik hoofdtrainer bij Top Os geweest. Ja, wie is Klaas Wels? Vertel eens iets over jezelf. Oké. Klaas Wels is 47 jaar. Is geboren in 's-Hertogenbosch. Opgegroeid en getogen in Schijnel. Prima jeugd gehad samen met mijn ouders. Ik ben enig kind. En ik heb daar een prima jeugd doorlopen. Ik heb het VWO gedaan en daarna een HBO-opleiding, administratief. Vervolgens ben ik na mijn studeren ben ik het arbeidszame leven ingedoken en ben ik het bankwezen ingedoken. Daarnaast heb ik bij clubs gespeeld. RKSV Schijnel, Blauwgeel 38 in Veghel, FC Den Bosch en nog een keer Schijnel. En na mijn actieve carrière ben ik trainer geworden. Ben ik dus mijn diploma's gaan halen. In die periode heb ik mijn vrouw leren kennen. En wonen we inmiddels met mijn vrouw Marjolein en mijn twee kinderen Lotte en Joep. Alweer ruim 18 jaar in Veghel. Daar wonen we prima. En dat is in een notendop een klein beetje Klaas Wels. Nou, mooi om te horen. De komst naar MBV, op zich is het vrij snel gegaan. Vertel eens, je kreeg een telefoontje. Ja, we speelden de woensdag de laatste competitiewedstrijd. Wij tegen Rode JC, waarbij MBV tegelijkertijd tegen FC Den Bosch speelde. Dat was een mooie dag, emotionele avond. Een periode van 13 jaar afgesloten. Familie en vrienden waren erbij. Ik werd nog door supporters onthaald na de wedstrijd. Dus dat was allemaal prima. Toen kwam ook het besef dat het boek dicht was van Top Os. Een vreemde gewaarwording na 13 jaar. Donderdag was Hemelvaartsdag en vrijdag op de club hadden we een afsluiting met een lunch en met de spelers, et cetera. Heel verrast, blij verrast en positief verrast dat ik s'avonds die vrijdagavond een telefoontje kreeg van de directeur Erik Noor met de vraag of ik geïnteresseerd ben in MBV Maastricht. En dat was je? Dat was ik zeer zeker. Ja. De eerste vraag die ik wel stelde, want ik was verrast. En blij verrast en positief verrast dat een mooie club als MBV Maastricht Klaas Wels als trainer wil hebben. Dan geeft aan dat ik bij Top Os toch een aantal zaken gewoon prima gedaan heb. Maar ik was ook verrast omdat ik weet dat de trainer nog een doorlopend contract had. Dus ik wilde dat wel eerst duidelijk hebben hoe die situatie zat. Nou goed, ik heb van zowel de trainer als van Erik Noor begrepen dat dat in onderling overleg is gebeurd. Nou goed, dan is van mij de weg vrij om met MBV te gaan praten. Niet eerder. Ja, je zegt al, alles moest geregeld zijn natuurlijk. Hè? Maar Darije Kalasic heeft ook zelf gekeken of jij de man op de goede plek op het juiste moment bent. Ja. En hij heeft zelf ook tegen de spelersgroep gezegd van ja, hij is de goede man op het goede moment op de goede plek. Ja, dat heb ik begrepen uit de gesprekken die ik met Erik heb gevoerd. Ik heb dat ook gehoord van Darije zelf. Maar het was voor mij heel belangrijk om 100% zeker te weten dat de trainer op de hoogte was van het feit dat MBV met mij ging praten. Dat vind ik een belangrijk aspect. Mm-hmm. Nou goed, toen dat was en toen dat bleek dat dat zo was. Toen ben ik in gesprek gegaan met Erik en met MBV Maastricht. En dan zijn het alleen maar mooie woorden die Darije over mij heeft gezegd. Schept meteen wel een verwachting. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik die verwachting kan waarmaken richting de spelersgroep. En dat mijn manier van werken is zoals die is. Open, transparant, duidelijk. Waar het moet ontzettend hard. En waar het moet met een arm over de schouder. Om uiteindelijk maar één doel te bereiken. Het maximale resultaat elke week voor MBV Maastricht. Ja, je zegt het eigenlijk zelf al. Kalasic eiste ook het maximale van zijn spelers. Dat doe jij ook altijd. Ja, ik denk dat dat de enige manier is om succesvol te kunnen zijn. Door elke dag maximaal te leveren. Met een lach op je gezicht, want je hebt het mooiste beroep van de wereld. Maar wel met plichtsbesef, wel met bepaalde normen. Wel met een zwaar verantwoordelijkheidsgevoel. Want je bent werkzaam voor de club. En de club en mensen zijn afhankelijk van de prestaties op het veld. En de sponsoren, de supporters,
die enorme betrokkenheid tonen bij MBW, ja, die moet je iets teruggeven. En dat is minimaal arbeid leveren. En ja, dan denk ik dat mensen ook accepteren dat daar een mindere wedstrijd tussen kan zitten. Want we zijn mensen en geen machines. Maar de bereidheid om max te leveren, die moet er zijn. En dat verwacht ik van mijn spelers. Ja, eind juni begin je met de trainingen, hè? 28 juni. Maar daar moeten nog wat spelers bij. Ja, 28 juni staat de eerste training gepland. Nou goed, dat is op een maandag. We zitten nu op, uit mijn hoofd, 27 mei. Dus we hebben nog een maandje te gaan. En we gaan nu alles rustig op een rijtje zetten. Welke contracten lopen er door? Welke contracten lopen niet door? Welke opties worden wel of niet gelicht? Waar kunnen we interessante spelers vandaan halen die binnen de begroting van MVV Maastricht passen? Waar zijn er spelers die in zichzelf willen investeren? En die hier wellicht een soort van stage willen lopen door in de voorbereiding aan te sluiten en te kijken of we voor elkaar een meerwaarde kunnen zijn. Dus dat moet er allemaal zijn beslag gaan krijgen. Echter ben ik er volledig van overtuigd dat we in staat zijn om een goede selectie op de mat neer te leggen op het moment dat de competitie start. Ja, want de Rije Kalasic, die is vorig jaar begonnen, die zei van ja, ik begin met een proces. Zie jij een vervolg in dat proces? Ja, proces is een mooi woord. Een proces kan gestalte krijgen door goed werk te leveren. Een proces kan nog sneller gestalte krijgen door succesvol te zijn. Ja, en wat is een proces in de voetballerij? Iedereen weet dat er niks zo vluchtig is dan de voetballerij. Wat vandaag goed is, is morgen minder goed of andersom. Dus je zult succes moeten boeken. En ik denk wel dat je moet proberen om de club op een structurele manier steeds een stapje te laten maken. En dat stapje moet voor MVV Maastricht zijn om weer mee te doen structureel onder play-off plekken. Nou, dat stapje moeten we structureel gaan maken, stapje voor stapje. En daarin hebben we alle betrokken personen die MVV een warm hart toedragen nodig. Directie, kantoorpersoneel, supporters, sponsoren, spelers, staf. En van daaruit ga je met de opbouw van de Academy ga je kijken of je daar een structurele basis voor de komende jaren kunt neerleggen. Ja, je komt van Top Os. Top Os had jarenlang de laagste begroting in het betaalde voetbal. Ja, bij MVV kom je dan ook niet de hoogste begroting. Ben je heel inventief met alles? Want ja, je hebt toch uiteindelijk een keer met een lage begroting de zesde plek in de keukenkampioendivisie behaald. Ja, klopt. Dat hebben we gedaan. Dat is een prestatie van formaat van iedereen. En daarnaast zijn we het afgelopen seizoen in het linkerrijtje geëindigd op plek 10. Dat is denk ik ook een prima prestatie voor een club. Ja, één plek boven MVV, hè? Klopt, klopt. Ja. Met minimale middelen dus maximaal gepresteerd. En ja, dan moet je inventief zijn. Dan moet je kijken op welke manier je spelers aan je club kunt binden. Dan moet je kijken welke spelers er beschikbaar zijn. En ja, zowel bij MVV als bij Top Os is iedereen in staat om 10 namen op papier te zetten. Van spelers die echt interessant zijn en echt goed zijn. Echter waarvan je ook al weet, ja, van de 10 zijn er 9 onbetaalbaar. Dus zijn niet haalbaar. Mm-hmm. Dus dan heeft het niet zo heel veel nut om die namen op papier te zetten. Je moet de juiste namen weten te vinden. Met betrekking tot spelers die passen bij de club. Die passen in de omgeving. En die door de club te betalen zijn. En of hun carrière een nieuw leven in willen blazen. Nou, dat soort dingen. Nogmaals, gaat ze beslag krijgen in de komende 4 weken. Alvorens de voorbereiding start. En dan hebben we nog 6 weken. Alvorens de competitie start. Dus we hebben in totaal nu nog 10 weken. En de ervaring leert dat op het moment dat de competitie start, nog niet alle ploegen altijd klaar zijn met het volledig invullen van hun selectie. Dus ja goed, dat heeft tijd nodig. En we moeten binnen de beschikbare tijd moeten we zo goed en zo snel mogelijk handelen als mogelijk. Mm-hmm. Ja, je tekende zojuist voor 2 jaar. De Rije Kalasic zou ook 2 jaar blijven. Hoe sta jij daarin? Kunnen we verwachten van Klaas dat hij ook 2 jaar blijft? MVV begeleidt in het hele proces, hè, om het nogmaals even terug te halen. Ik kan niet spreken voor andere mensen. Dus, maar ik weet wel hoe ik zelf in bepaalde dingen sta en steek. En uit het feit dat ik al 13 jaar bij één en dezelfde club heb gewerkt, geeft al aan dat ik wat dat betreft niet de trainer ben die heel snel van de ene naar de andere club gaat. De samenwerking moet beide bevallen. Het spreekt van enorm veel vertrouwen dat MVV mij voor 2 jaar heeft vastgelegd. En ik ben bereid om dat vertrouwen op alle mogelijke manieren terug te betalen dat in mij gesteld is. Dat verantwoordelijkheidsgevoel heb ik, dat plichtsbesef heb ik. En op het moment dat het de club goed bevalt en dat het Klaas wel als trainer coach zijn goed bevalt. Ja goed, wie weet of wie zegt dat daar geen derde of vierde jaar
achteraan kan komen. Dus wat dat betreft ben ik iemand die graag wil bouwen. Ben ik iemand die, als hij het goed naar zijn zin heeft, graag ergens voor een langere periode vertoeft. Nogmaals, in de voetballerij weet je het nooit. Maar de insteek is om minimaal te eindigen waar we voor getekend hebben. En dat is minimaal 2 jaar. Oké. Ja, de reacties van de supporters die waren over het algemeen best warm en goed. Hoe zie jij een verbinding met de supporters? Is dat voor jou belangrijk? Ja, natuurlijk is dat voor mij belangrijk. Ik ben blij dat jij mij aangeeft, en ik heb het ook van andere mensen gehoord, dat de reacties in eerste instantie positief zijn. Nou, dat doet mij goed. Dat geeft aan dat mensen vertrouwen hebben in mij. Nou, nogmaals, aan mij het vertrouwen of de taak om dat vertrouwen waar te maken. En verbinding met supporters is zo belangrijk. Op het moment dat jij hier speelt in een Geuzelt met de fanatieke aanhang. En die gaan achter de ploeg staan omdat ze zich herkennen in de ploeg. Omdat ze zien dat er arbeid geleverd wordt. Omdat ze zien dat er op een bepaalde manier gespeeld wordt. Ja, kan dat net een zetje in de rug geven? Kan dat een extra boost geven? En hopelijk kan dat ook, als we succesvol zijn, er weer voor zorgen dat er nog meer mensen dan normaal gesproken in de Geuzelt komen kijken naar MVV. Dus een verbinding met supporters is ontzettend belangrijk. En daar is iets waar ik heb geprobeerd bij Topos neer te zetten. Nou, dat is gelukt. Ik zou ervoor tekenen als dat in Maastricht op dezelfde manier zijn beslag gaat krijgen. Dat de mensen weer volledig achter de club gaan staan. Ja, Klaas. Dank voor deze eerste kennismaking. En namens MVV, de supporters en iedereen die MVV een warm hart toedraagt. Veel succes. Graag gedaan. Dankjewel.